Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van een magische vlog hier op het kanaal van de Informagie. Mijn naam is Jorrit Schoneman en leuk dat je kijkt. De Giga Goocheldag, het is weer zover 11 maart 2018. Georganiseerd door de Magische Kring Centraal Nederland. Ja, en zij nodigen je uit bij hun op de locatie in Zuilen. En vanwege het wereldkampioenschap dit jaar zal het Dutch Festival of Magic niet doorgaan. Dus, een alternatief. De Giga Goocheldag. Met onder andere optredens van Marcus Utopia, Nick Takens en Zippo de Funky Magician. Op deze dag in Zuilen zijn er shows, lezingen, workshops en een magic market met bekende dealers hier uit Nederland. En voor tickets ga je naar onze website www.theenemy.nl. Ik ben er sowieso bij. Lijkt mij ongelooflijk leuk deze dag. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar de eerste artiesten, wat ik kan vertellen, die komen. Alleen om die redenen moet je gewoon al gaan naar Zuilen. Dus ga naar onze website voor meer informatie en haal je kaartjes. Ja, een leuk nieuwtje voor de jeugd. Het juniorenconcours komt weer aan. De 34ste editie van dit geweldige concours. Geef je snel op. Heb je een gave act? Wil je meedoen aan die Nederlands kampioenschap? Geef je op, want de organisatie verwacht dit jaar een dubbel aantal aanmeldingen. Dus wees er snel bij. Ga naar onze website, theenemy.nl. Schrijf je in voor dit concours. En ga meedoen. Doe wedstrijdervaring op. Want dat is het beste wat je kan doen als je uiteindelijk mee wil doen aan de echte Nederlands kampioenschap. Dus schrijf je in dit jaar weer in de Studio Gala van Mandro in Meppel. Ja, en alle informatie die vind je in de beschrijving waar je kan opgeven en waar het juniorenconcours exact is. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en dan zien we je er. Afgelopen jaren waren ze er altijd, de Magic Surprise Days, georganiseerd door de goochelvereniging Aladdin. Helaas zijn ze daarmee gestopt om vanwege financiële omstandigheden het niet gaat lukken om ieder jaar toch enige risico's te riskeren. Maar er is een ander initiatief de wereld ingedoken van een aantal verschillende verenigingen uit Nederland en Duitsland om een clubontmoetingsdag te organiseren. Waar dit zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar wel kun je je al aanmelden voor €20. En wat is de bedoeling van deze dag? Voor ongeveer 10:30 tot 16:30 zal er van alles te doen zijn. Waaronder een goochelmarkt waar je zelf een tafel kan huren. Heeft de organisatie ons gevraagd om even aan te kondigen van joh, meld je vast aan als het je leuk lijkt om hier naartoe te gaan. Want dan kan de organisatie er rekening mee houden hoeveel man er ongeveer zal komen. Dus doe dat. Het e-mailadres dat staat hier in de beschrijving. Ik zal het nog even vertellen, clubdag 2018.gmail.com. Daar kun je je alvast opgeven voor deze dag. En alle informatie die zal later dit jaar opkomen daar. Volgende maand is het weer zover, Blackpool 2018. Iedereen kent het natuurlijk, het congres in Blackpool. In Winter Garden, over een maand gaat het weer van start. En wij van de Informagie, die zijn er natuurlijk bij om het geheel weer op beeld vast te leggen. En iedereen in Nederland die het niet is gelukt te komen, op de hoogte te houden wat er allemaal speelt daar in Blackpool. Ook ben ik weer de goochelwebshops ingedoken en heb ik een aantal gave objecten gevonden. Bij de Magic Shop hebben ze een nieuw effect op de markt van SenseMind. En wat het nou is, iedere goochelaar heeft natuurlijk wel iets wat hij gebruikt om iets te doen. Maar bij sommige effecten kun je het wel eens horen. En dan heeft SenseMind een soort van met stille assistent ontwikkeld. Is een apparaatje, die krijg je wanneer je het koopt. Je krijgt een apparaatje meer dan 1 uur instructie meegestuurd. En het apparaatje, dat hoor je niet. Wat kun je er allemaal mee doen? Verdwijningen, verwisselingen, verdubbelingen. Je kan er van alles mee doen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Op de instructie staan 5 routines uitgelegd. Die je vervolgens gelijk kunt doen. De link staat in de beschrijving naar het product van SenseMind.
ja, kerst is alweer voorbij. De sneeuw, ja, ik hoop dat het niet meer terugkomt. De zon komt inmiddels alweer een beetje terug, gelukkig maar. Ja, maar als goochelaar kun je natuurlijk altijd een sneeuwstorm produceren. Ja, dat kan natuurlijk met een waaier, zoals heel veel doen. Maar je kan ook gewoon zitten en vanuit je hand de sneeuw zo de lucht inschieten. Ja, nou zijn hier talloos op de markt. Maar Dynamite heeft een nieuw product op de markt uitgebracht. Dat is namelijk een inklapbare vorm. Wat eruit ziet als een gewone. Ja, het is heel licht qua gewicht, dus je neemt er heel makkelijk op mee in de auto, want het bent bijna niks. Je klapt hem uit en alle elektronica bevindt zich in maar liefst een dunne plaat van 5 cm. Dus ja, je zit niet meer op een van een meter hoog met zo'n lading erin. Nee, alles is netjes afgewerkt in een dunne die je altijd mee kan nemen en overal neer kunt zetten. Dus ja, produceer een sneeuwstorm op een en denk je van nou, weet je, we gaan even een stapje hoger. De link zit in de beschrijving naar het product bij Dynamite Desk Shop. Ja, ook wel even leuk om te vertellen. Goochelclub Passen die heeft een jubileum gehaald van 75 jaar. Ja, dus ik wil ze graag via de camera van harte feliciteren met het jubileum. Ja, volgens Facebook hebben jullie het al lekker gefeet in Wildlands bij de voorstelling van Bert Reynolds. Dus ja, geniet van het succes met jullie 75-jarige jubileum. De Magische Ring Arnhem die organiseert een nieuwjaarsshow. Ongelooflijk gaaf op vrijdag 19 januari. Kaartjes zijn 5 euro en het speelt zich af in Duiven. Dus heb je nog niks te doen die avond, vrijdagavond, dan zou ik zeker zeggen, ga er lekker naartoe. De link staat in de beschrijving waar je kaartjes kunt halen. Dus ga er lekker heen. Ik ben er alweer doorheen, het nieuws zit er weer op. Ik hoop dat je het leuk vond weer om te kijken naar deze vlog. Laat even weten in de reacties wat je ervan vond. Doe een blauw duimpje omhoog en deel deze video lekker met iedereen op Facebook, op Twitter, op Instagram, via de mail, stuur een postduif. Maakt mij allemaal niet uit. Laat weten wat je ervan vond. En tot de volgende keer. Doei!